Wat superleuk dat je kijkt naar dit nieuwe schooldagboek. Het is vandaag maandag en ik heb net vakantie gehad. Ik heb in de vakantie echt niks aan school gedaan. Dat had ik ook lekker zo gepland. Dus we gaan weer nu van start. Ik heb vanmorgen al even les gehad voor project. Dat moeten we volgende week pitchen en inleveren. En daar kijk ik zo naar uit dat dat eindelijk klaar is. Dus dat is echt super fijn. Ik heb jullie in mijn laatste schooldagboek nog wat cijfers gegeven. Mijn cijfers verteld van het afgelopen blok. En nu heb ik net een nieuwe cijfer gekregen. Echt niet normaal. Ik heb voor de tweede CO en CA opdracht, daar moesten we 3 van maken. En de tweede was echt heel veel. Heb ik een 9. Echt wow. Had ik zo niet verwacht. Ik twijfelde zelfs nog of ik het wel goed gedaan had. Maar daar ben ik dus super blij mee. Dus daar krijg ik nog 1 cijfer voor. Voor de eerste opdracht had ik al een 6,5. En dan krijg ik nu nog 1 cijfer voor. En dat wordt dus een gemiddelde. En ik krijg nog voor beïnvloedingspsychologie mijn cijfers. Dus tot nu toe alles gehaald. Heel erg blij mee. Nu hebben we dus project gehad. We gaan nu afronden eigenlijk. We moeten nog 1 onderzoekje doen. Door middel van een conceptvideo van ons concept. En die dan testen bij de doelgroep. Ik ga de template maken. Dat is eigenlijk een hele grote samenvatting van alles. Van het hele project. We moeten nog eventjes een connectie maken met BNNVARA. De camera heeft een beetje scherpstellingsproblemen. Dus we gaan afronden. Morgen laatste keer presenteren. En volgende week de pitch. Dus dat is top. Ook moet ik deze week marketing inleveren. Daar moet ik nog 2 opdrachten van maken. Dus ik ga er vandaag 1 maken en woensdag 1. En dan kan ik dat ook op tijd inleveren. Dus het gaat lekker zijn gangetje. En ik ga jullie weer lekker meenemen. Ik denk zomaar dat dit of de laatste of het ene laatste schooldagboek wordt van dit jaar. Want ik heb bijna vakantie. Dus helemaal top! Het is onderhand het einde van de dag alweer en ik heb vandaag een marketingopdracht gemaakt voor een deel. Die andere moet ik nog even maken, want die kwam ik niet echt uit. En ook heb ik mijn procesboek voor project weer even bijgewerkt en voor project de tentpage gemaakt. En dan moest ik eigenlijk een hele samenvatting maken van het afgelopen project. Wat we allemaal hebben gedaan, waarom, voor Biene en vader, zodat zij makkelijk kunnen zien waarom we dingen gedaan hebben. Een beetje zo. Dus die heb ik helemaal gemaakt. Het was wel veel werk, maar het is nu wel klaar. Dus dat is top. Morgen heb ik best wel veel les. Dus we gaan morgen gewoon lekker weer verder. Goedemorgen. Het is vandaag weer dinsdag. En ik heb net online les gehad voor content marketing. Doen we altijd gewoon wat oefenvraagjes over de stof. Ik ben echt super moe. Ik heb geen idee waardoor dat komt. Of een beetje gewoon futloos. Ik weet niet, ik heb gewoon geen zin. Maar ik heb mijn planning een beetje omgegooid. Ik zou vandaag eigenlijk de hele dag aan online publishing gaan werken. Want ik moet allemaal verhalen schrijven en die in WordPress gaan zetten. En dan het ook mooi opmaken. Maar ik moet daar gewoon aan beginnen. Dan heb ik er wel zin in. Maar dan moet ik er ook tijd voor hebben. En ik heb over een uur nog weer les. En vanmiddag ook nog een lesje. Dus ik denk dat ik dat dan beter morgen kan doen. Morgen heb ik om 8:30 1 les. En daarna zou ik eigenlijk niks meer hebben. Maar gisteren viel een les uit omdat docent ziek was. En die is nu morgen om 14:45. Dus ik denk dat ik dan in die tussentijd aan online publishing ga. En dan ga ik vandaag marketing afmaken. Dat wil ik dan ook inleveren. Ik moet nog 1 opdracht daarvoor maken. Want die moet vrijdag ingeleverd. Dus die wil ik ook gelijk inleveren. En ik moet morgen een campagneplan en een pitchvideo inleveren voor social media. Een campagne voor de HVA Pride moeten we. Dus daar moet ik nog even over nadenken. Dat wil ik dan vandaag ook afmaken. En dan kan ik morgen gewoon de hele dag focussen op online publishing. Dus dat is nu de planning wat ik ga doen. Dus even marketing afmaken en daarna denk ik begin mijn lesje wel weer. Dus ja. Yeah.
En ik heb zojuist mijn laatste cijfers binnengekregen, waar ik wederom heel blij mee ben. Ik heb voor de laatste opdracht voor CEO en CEA een 8. Dus ik heb voor de eerste opdracht daarvan een 6,5 gehaald, voor de tweede een 9 en voor de derde een 8. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En voor beïnvloedingspsychologie hebben we voor de groepsopdracht, daar moesten we een casefilm voor maken, een 7. En voor individueel portfolio heb ik ook een 7. Dus ik heb het vorige blok weer al met allemaal voldoende afgesloten. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Het is nu 2 uur. En ik heb na 2 over 2 en over 3 minuten begint onze laatste presentatie voor het project. We moeten nu zeg maar nu nog 1 keer laten zien wat we deze week gedaan hebben. En volgende week hebben we alweer de eindpresentaties. Dus dat gaan we zo voor de laatste keer doen. We hebben nu 2 keer daarvoor een 8 gekregen. Dus ik hoop dat we nu een 7 halen. Zodat we even goed een 8 afgerond halen. Ja, ik ben benieuwd. Dat gaan we nu doen. En ik zal jullie zo eventjes weer het cijfer laten weten daarvan. We hebben een 9. Zo trots. Oh, ik word weggebeld. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ja, ik heb vandaag weer even de planning omgegooid. Ik heb vanmorgen al eventjes les gehad voor social media. Het is me gisteren niet meer gelukt om mijn campagneplan en mijn pitch daarvan te maken, want dat zou ik gisteren ook nog doen. En dat zou ik eigenlijk vandaag in moeten leveren, maar dat is verplaatst naar zondag. Maar wel wil ik het vandaag gewoon inleveren. Want gisteren heb ik marketing helemaal afgemaakt en dus dat is nu ingeleverd. Dat moest ik voor vrijdag eigenlijk inleveren. Dus ik ben heel erg blij dat dat klaar is. Nu heb ik net dus les gehad. Ga ik me nu focussen op mijn campagneplan en mijn pitch. Die wil ik dan af hebben. En om 2:10 heb ik dan die les die maandag uitgevallen is. Dus ga ik weer eventjes niet in online publishing. Dat ga ik weer uitstellen. Maar we hebben daar echt nog super lang de tijd voor. En dan denk ik, kan ik beter even goed focussen op het campagneplan en de pitch van vandaag. Zodat ik dat gewoon helemaal goed klaar heb. Dus online publishing stel ik weer eventjes uit. Maar dat is helemaal prima. Dus het is nu 10:50. Ik heb nu vanochtend boven gewerkt en ik ga nu weer lekker beneden aan tafel verder werken aan mijn campagneplan. Dus helemaal toppie. En we krijgen trouwens voor dat vak digitale media en samenleving heet dat volgens mij. Daar moesten we toen een kennisclip maken over een boek. Ik krijg een andere docent, want onze docent is ziek. Dus vanmiddag eerste les mijn nieuwe docent. Dus ik ben benieuwd wat we verder moeten doen. Dus voor even een update. Het is alweer een hele tijd later. Het is al bijna 4:15. Mijn les zit er net op. En tijdens die les van digitale media en samenleving heet dat. Gingen we dus een kennisclip kiezen. We moesten allemaal kennisclip over een boek maken. En wij hebben gewonnen. Dus dat is leuk. We krijgen er niks voor de rest. Maar ik heb wel gewonnen. Dus dat is helemaal toppie. Nu ben ik bezig nog steeds met mijn campagneplan. Die is bijna af. En dan moet ik nog even snel mijn pitch opnemen. Dus ik zal wel even laten zien wat er allemaal in mijn campagneplan zit. Er zit dus hier een wesp. En ik ben echt als de dood voor die beesten. Maar dit is wat er allemaal in komt. Opdrachtgever, doelgroep, concept, doelstelling, content en de pitch. En dat ziet er een beetje... Oh, ik ga wel erg snel. Om onderzoek doen naar de doelgroep en de opdrachtgever. Doelstellingen formuleren. En wat is dit ook weer? Oh ja, hoe ik mijn content in ga vullen. Komt hier de link van mijn pitch en de bronnenlijst. Dus bijna klaar. Het is vandaag maandag. Ik heb, wanneer was dat? Woensdag. Ja, heb ik mijn campagneplan en mijn pitch ingeleverd. Daar kreeg ik deze week feedback op of ik een go of een no-go krijg voor mijn campagne om het verder uit te gaan werken. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. En nu is het dus maandag, dus op het moment 11:30. En deze week, woensdag, gaan we het project afronden en daar heb ik heel veel zin in.
dat het project klaar is. Dus we hebben net met het groepje een beetje voorbereid. De pitch voorbereid. We moeten een conceptvideo in elkaar zetten. Dus daar zijn we mee bezig geweest. Daar gaan we nu verder mee aan de gang. Ik hoef even niks te doen op dit moment. Dus dat is wel fijn. Vanmiddag heb ik nog een lesje digitaal media en samenleving. Moeten we een recensie voor schrijven over een boek die we al gelezen hebben. En waar we ook een kennisclip over gemaakt hebben. Namelijk deze. Dus die recensie ga ik nu nog even schrijven. Ik heb net de kennisclip van de andere klasse gekeken. Dus vanmiddag nog een lesje. Eigenlijk heb ik best wel een rustig weekje. Het wordt sowieso heel rustig. Ik zie echt super wit, want mijn raam staat open. Gordijn. Ik ga eigenlijk een beetje naar het einde nu van dit jaar. En het wordt steeds minder en steeds rustiger. Dus op zich wel lekker. Dus ja, ik ga even die recensie schrijven en straks een lesje volgen. Het is vandaag donderdag en dinsdag heb ik gewerkt, dus heb ik niks van school gedaan. Gisteren hadden we eindpresentaties van ons project en ik heb gepitcht. En het ging wel goed, we wachten nu nog op het cijfer, dus dat was helemaal prima. Ik heb net ook alles ingeleverd voor het project. Hé, ik heb helemaal geen sieraden. Auw, dus dat is nu klaar. Het is nu alleen nog wachten op de cijfers. Dus het project is gewoon voor dit jaar helemaal klaar. Dat is echt super fijn, want het project neemt altijd heel veel tijd in beslag. Dus daar ben ik heel erg blij om. Nu heb ik zo meteen nog een marketingles van 50 minuten. Die duurt echt super kort. Van 10 over 11 tot 12. En dan ga ik eigenlijk niet zoveel meer aan school doen. Want ik ga eventjes aan het werk. Dus ja, school wordt echt een beetje weinig. Maar wel ga ik dit schooldagboek hierbij afsluiten. En dan zal de volgende een beetje, ja, het einde worden van mijn schooljaar. En zal dat dan ook de laatste zijn van dit jaar. Dus voor nu bedankt voor het kijken. Als jullie dit een leuk schooldagboek vonden, doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer je hieronder op mijn kanaal als je het leuk vindt. En dan zie ik jullie graag weer bij de volgende video. Doei doei!